In het komende schooljaar 2017-2018 moeten er grenzen worden verlegd en harde noten worden gekraakt. Dat zegt doe-parlementariër Karel Breeveld. Gezien het nieuwe schooljaar voor de deur staat en het afgelopen schooljaar met slechte resultaten is afgesloten, vroeg onze nieuwsdienst hem hoe hij dit schooljaar tegemoet ziet. Voor Breeveld is het vooral belangrijk dat het aantal drop-outs drastisch vermindert. Ik denk dat voor het komend schooljaar het belangrijk is dat we onze grenzen verleggen in positieve zin. Dat we out of the box durven denken en gaan ervoor om het maximale eruit te halen. Dat we alles redden. Er moeten steeds minder drop-out zijn. Er moeten steeds minder ouders zijn die niet betrokken zijn. Er moet steeds minder de houding zijn van vagago. We zullen een houding aan de dag moeten leggen van alles wat er in ons is. En niet alleen de minister, maar ik ook en alle Surinamers, gewoon vanwege de prioriteit welke onderwijs geniet. Dat wij inderdaad moeten zeggen van alles wat in ons vermogen ligt zullen we moeten inzetten voor de generaties die nu aan ons zijn toevertrouwd. Breeveld vindt ook dat minister Robert Benoy van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Mino C, zich anders moet opstellen naar het totale onderwijsveld toe. De parlementariër struikelt vooral over de beledigende uitspraken van de minister naar het adres van de onderwijsgevenden. Ik hoop dat de minister zich veel beter zal uiten en absoluut niet die uitgeleid partijen maakt die hij gemaakt heeft. Voor wat mij betreft was het not done, absolutely not done. We praten over kinderen waar wij elke keer mee bezig zijn en hen goede manieren leren bijbrengen. We zeggen toch aan onze kinderen als we ze een koekje geven, wat zeg je dan? En dan verwacht je, dankjewel papa of dankjewel mama of dankjewel oom of tante. Dus je bent bezig met waarden en normen. En als dan de hoogste baas, de man die inderdaad het grote voorbeeld moet geven voor wat betreft de manier waarop we ons moeten gedragen, de competenties die leerkrachten moeten hebben als respect, als trouw, als betrokkenheid, en noem al die competenties op. Als die competenties met de voeten worden getreden door de hoogste baas, dan is er een probleem. En dan moeten we inderdaad een red flag omhoog laten zien, omdat we zeggen dit is onacceptabel. Doe-parlementariër Karel Breeveld over het nieuwe schooljaar dat op 2 oktober aanvangt. Hij zegt dat hij ook dit jaar het ministerie kritisch zal volgen in DNA.